Die gast kwam hier achter me aan. Loopt met mij achter me aan. Hier naartoe ben ik gelopen. Hier naartoe. Hier was ik omheen gerend. Ging ik hier naartoe. Hier omheen. Hier omheen. Hier onderdoor. Hier tussendoor ging ik. Kijk eens op mijn kanaal, mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch, en welkom weer terug bij een nieuwe Minecraft Hunger Games, de Survival Games of Blitz, de Blitz Survival Games. En we gaan er gewoon weer tegenaan. Ik ben dit keer helemaal alleen, het spijt me. Ik ben helemaal alleen nu in de Survival Games en hopelijk gaat het me gewoon lukken om in ieder geval ver te komen. Ik ga hem niet winnen, want ik ben niet goed genoeg in PvP en zeker de Hypixel op een of andere manier werkt het gewoon niet voor mij. Dus dat is best wel klootje. Maar we gaan kijken hoe ik het ga doen met mijn night kitje. Nou, ik heb op zich pak goede spelletjes hier weg hoor jongens. Dat is een goede start. Maar goed, ik heb de laatste tijd weer mijn sensitivity veranderd gisteren. Omdat ik toevallig CSGO ging spelen. En toen heb ik mijn sensitivity veranderd. En nu heb ik mijn DPI's ook kwijt. Dus ik moet weer even wennen aan alles. Aan de muis settings en dat soort dingen. Dat is wel even vervelend. En ik speel de map, weet niet eigenlijk. Kaling's Tower heet deze volgens mij. Ik weet niet hoe deze heet, maar ik vind deze normaal gesproken nooit zo heel erg denderend. Niet zo heel erg leuk eerlijk gezegd. Maar goed, we zullen kijken hoe het gaat, hoe het werkt. Oké, in ieder geval, dit is mooi. Dat ik het oppak. En ik ga gewoon hakken. En Sabina, wat kijk je? Waarom raak ik je kwijt? Oh, wacht, nee. Kom op, blockhead. Oh, waarom lag ik nou? Dit meen je niet. Diederikje. Oh nee. Oké, ik heb één kill. Kom op. Ja, hier komen. Jij komt hier. Yeah, lekker baby. Ik heb gewoon een double kill opgepakt. Dat is nice. Dat is heel erg nice zelfs. Spullen aantrekken. Ben ik tevreden? Ik ben tevreden met wat ik nu aan heb. Oké, hoe helemaal heen kijken. Ja, spawn de creepertjes. Oké, ik ga die niet spawnen nog. Tenzij iemand in fight wil met mij dan wel. Maar voor nu ben ik hier even blij mee. Oké, goed. Daar loopt iemand met zonder gear. Ik ga kijken of ik hem kan pakken, die blockhead. Dat is diegene van net. Die was niet zo heel goed in PvP, geloof ik. Terwijl hij nu ineens wel in één keer heel goed is. Nope, niet goed genoeg. Want ik heb zijn moeder gerekt. Rip and pepperonis, my friend. Rip and pepperonis. Oké, chill. 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 Super chill. Oké, ik heb tenminste nu goede stuff. Op zich, het gaat niet slecht. Ik bedoel, ik heb al 3 killerino's in de pocket. Dus dat is altijd nice om te hebben. Oké, dan zit daar iemand te lopen met Iron Body. Hij heet ook Fancy Streef. Mensen die altijd met Streef iets heten, zijn meestal goed in PvP. En hij gaat voor een clean, lijkt het. Of ben ik nou gek? Of ik ga zelf voor de clean een keertje. Ik ga voor de clean. Hij heeft goede kit. Wow! Hij let wel in één keer heel goed op. En hij slaat nogal snel. Dus ik vind het nogal frappant. Oh, hij loopt daar goed weg. Hij komt daar goed weg met zijn klote beesties van hem. Oh, daar komt hij goed weg. Kleine motherfucker. What the fuck was dat? Ineens draait hij zich rond, zag je dat? Ik kwam in zijn buurt en in één keer was het hut. En ratatatatata, volle bak ging hij slaan hoor. Dat is niet helemaal normaal wat er daar gebeurde. Maar dat zal ik wel weer zijn dat ik denk dat iemand hackt. Wel, dat is niet zo is. Het zou zomaar zo kunnen zijn hoor. Misschien zit ik mis. Maar ik verdenk deze gozer van hacken. Ik verdenk hem gewoon, want YOLO, het kan. Het is pretty mogelijk, want dat was best wel gek wat daar gebeurde. Oh, zit in de fight. Ja, jij, volgens mij Kalashnikov, jij hebt volgens mij Hackerino's. Dus dat is iets wat ik niet zo vrolijk van word. Oh, Potion of Resistance. Oh, nice. Iron Booty. Oh nee, kom op. Fuck off. Waarom krijg je geen damage van die creepers, jij? Wow. Jij geschanted sword. What the fuck, die knockback van deze gozer. Hij slaat zo snel. Hij gaat winnen. Met zijn boog had hij bij. Deze man is 100% een hacker. 100% jongen, dat is niet normaal. Wat deze gozer doet. Hij slaat zo snel, check dat dan. Een insane knockback dit. Oh jongen, deze gast hackt zo erg jongen. Ongelooflijk, dit is echt niet legit vriend. Man oh man oh man. Nou goed, op naar het volgende potje. Helaas. Nee, hij hackt. Hij hackt sowieso. Alright, dit is het tweede potje. Vorig potje ging wel lekker. Alleen die ene gast. Volgens mij was het niet legit hoe die opkeek op het moment. En daarna hoe die sloeg, zeg maar, hoe snel. Ik denk dat hij autoclicker had. Maar misschien zit ik ernaast en is het niet zo. Dat weten jullie kijkers altijd beter inderdaad of jullie hackers herkennen.
Want ja, op een of andere manier weten jullie dat gewoon heel goed. Van nee, het waren geen heksen. Hij kan gewoon heel snel slaan. Of hij streefde gewoon heel goed. Of hij is gewoon een super vette Pokémon trainer. Dat soort shit weten jullie altijd heel goed. Dus dat is altijd goed om te weten. Oké, mooi. 11 hits heb ik nodig voor deze chick. Dus ik deze boots kan aantrekken. Wat ik ook ga doen. Of niet ga doen. Auw, want ik word gesmacked. Gewoon random door iemand. Zonder wapen en zo. Kom op. Sterf. Scheid, ik taunt gewoon. Ik wil gewoon die taunt kills nu. 6, 5, 3, 2, 1. Mooi. Kom op. Trek hem op. Oh, what the fuck. Deze gozer. Zonder gear, zo wil hij ook fighten. Oh, stomme kut. Sterf. Waarom werken jullie samen of zo? Hebbes. Oh, man, oh man. Dit is echt een gekke rekhuis. Dit is echt een gekke huis, dit. Dit is echt een gekke huis, ouwe. Ah, ik ben dood, man. Godver, deze gozer moet even pick-ups doen. Oh, man, dit is echt onzin. Onzin. Helaas, Pindakaas. Nog één potje gaan proberen, jongens. Let's go. Alright, jongens, laatste potje. Vorig potje ging helaas niet zo heel erg lekker. Want het waren gewoon te veel taunt kills die ik moest killen. Dat ging op zich niet slecht, want ik had ze gewoon dood. Maar toen die laatste erbij kwam, het was gewoon net even iets te veel. Dit is echt super chill. En oh my god, ik word herkend door 6, 7, 8 man in deze pot. Dus ik ben pretty much niet de winnaar. Die ga ik niet winnen. Dit is gewoon kansloos. Oké, ik ga gewoon proberen om ver te komen. Natuurlijk weer de finale te halen is voor mij gewoon nu een doel. Dat is gewoon voor mij een nieuwe wat ik ga doen. Ik probeer altijd nu gewoon de finale te halen. Dan ben ik blij. Haal ik de finale niet, dan ben ik... heb ik gewoon niet een lekker potje gehad. Want winnen ga ik sowieso niet. Want de laatste tijd merk ik gewoon echt, in de zin dat ik zei in Hypixel, dat mensen gewoon fucking goed zijn. Of ik ben echt veel slechter dan die mensen. Dat is natuurlijk ook een mogelijkheid. Dat inderdaad gewoon iedereen veel beter kan PvP als ik. Maar op een of andere manier, het MVP's, ook in no-kit mode. Dus het heeft niks te maken met hun kids. Dat MVP's op een of andere manier altijd zo fucking goed zijn. Dat kan natuurlijk zijn, want ze echt heel vaak spelen. Dat is natuurlijk een mogelijkheid, want het zijn MVP's die kopen ranks. Die gaan niet maar één potje spelen per week of zo of per dag. Nee, die spelen er duizenden. Maar het kan ook zijn dat MVP's op een of andere manier gewoon meestal aan het hacken zijn. En ben ik niet de enige die dat vindt. Ik weet dat heel veel kijkers het met me eens zijn. Want ja, ze spelen zelf ook op de server natuurlijk. Die weten dat het MVP's op een of andere manier altijd goed zijn. Ik trek je over de balie. Ja, jongen. Ik trek je over de balie, gek. Oké, we gaan even checken. Fuck. Ik heet nu trekje. Ik heet geen trek over de balie. Ik heet nu Jackie Chan. Ik heb een keer geschreven. Dus, oké. Ik heb de stone sword. Ik vond in ieder geval een gold sword. Oké, hopelijk kan ik een stone vinden, jongens. Kom op. Stone. Daar is niks. Fuck it, duck. Kom op, nog één kans. Nou, goed. Dit is niet echt denderend. Ik heb op zich wel oké gear. Alleen heb ik geen stone sword. En dat zou ik echt veel chiller gevonden hebben als we nu een stone sword zou hebben. Maar ik weet het niet, jongens. Hij pikt op een of andere manier. Of ik kan hier niet zo goed PvP'en. Of ik ben gewoon heel slecht gewoon. Dat zou ook kunnen. Maar op een of andere manier is er altijd iemand die gewoon knijtersnel kan slaan. En deze gast bijvoorbeeld Koentje. Deze man. Deze stone sword. Enchanted. Het kan ook gewoon unbreaking zijn. En ik rek hem wel. Het was dus unbreaking. Dat dacht ik dus al. Oké, daar komt iemand voor de pick-up. Er komt iemand voor de pick-up. Dat gaan we niet doen. Oprotten met je camera. Oprotten. Ik ga rennen van mijn leven. Rennen. Please. Laat me gaan. Oh man. Nog eentje achter me aan. Oh man. Ga weg. Oprotten. Gaan ze met z'n twee achter mij aan of zie ik het dan verkeerd? Nee, het is maar eentje. Maar ik heb niet allemaal hartjes nog. En ik weet niet of ik me aan kan. Fuck it. Oprotten. Hij wil mij heel graag hebben. Hij heeft een Nederlandse naam. Oh, hij herkende hem ook in de chat net. Oprotten, man. Oké. Heb hij nou die kill? Nee, ik heb die kill. Zo sprint ik niet dan. Hé, daar gaan we, jongens. Verdomme. Ik wil gewoon rustig een potje kunnen spelen, jongen. Laat me met rust, Fire Sword. Deze gast volgt me nu ook al de hele tijd. Wie is dat? Met een golden pakkie. Ik volg wel de hele tijd, volgt hij me. Dat is super irritant. Ik word er nu best wel een beetje chagrijnig van. Rot eens even op, jongen. Die. Hackers, nog wat. Dylan, ik red je. Ah. Oh, fuck a duck, man. Het zijn er zoveel. Hij volgt me nog steeds, of niet? Hoe graag wil je me dood hebben, man? Hoe graag wil hij met mij vechten? Waarom wil hij mij hebben? Nou, ik weet al waarom hij mij wil hebben. Oh, fuck off, man.
Gaan we pakken gewoon, dievensleier. Dankjewel. Oh nee, niet. Niet dankjewel. Hij wil van zichzelf killen. Ik dacht dat die gozer was. Die gast eigenlijk red je. Oh, oh, oh. Nee, man. Wat voor gear had die gozer ook. Hij had diamond leggings en shit. Verdomme. Maar wie de fuck focuste mij nou zo? Dat is dus inderdaad deze. Hackers don't win. Vuile boef dat je er bent. Waarom focus je me voor? Waarom focus je me zo? Weet je, als ik voor één uur dood mocht gaan, was het Dylan wel. Fuck you, dude. Je bent, als je mijn video kijkt, weet je, dat soort, ja, waarom? Ja, jij. Wie anders, gast? Die loopt echt gewoon het hele, vanaf, letterlijk, die gast kwam hier achter me aan, loopt met mij achter me aan. Hier naartoe ben ik gelopen, hier naartoe, hier was ik omheen gerend, ging ik hier naartoe, hier omheen, hier omheen, hier onderdoor, hier tussendoor ging ik. Hier langs, daar tussendoor. En uiteindelijk had hij me alsnog niet, zeg maar. Ging hij alsnog dood. Als in, dude, hackers don't win. En zegt hij nu, I love you in de chat. Dat begrijp ik niet. Ik snap het niet, kijkers. Waarom doen jullie dat? Die zeggen, I love you. Maar je hebt een hele potje achter me graag rent om me te killen. Het is toch fucking bullshit. Dat slaat echt helemaal nergens op, man. Nou goed, ik heb denk ik verloren van degene die eerste wordt. Oh niet, EU Ping wint. Oké, nou, heeft hij goed gedaan. Zeker weten. Goed gedaan. GG, well played. Helaas, pindakaas. Niet gewonnen deze potjes. Ik heb ook de finale niet gehaald, dit potje. Helaas, want ik was meer bezig met wegrennen van die ene gast in plaats van andere gasten. Dus dat is heel jammer. Ik zie jullie graag in de volgende video, mensen. Ik wil bedankt voor het kijken. Doe lekker een blauw duimpje omhoog als je het leuk vond. Zie jullie graag in de volgende. Later wel eens ziens. En natuurlijk met 1000 likes. Doe ik een guild fight. Peace.